als de mensen hier kwamen, vonden ze het mooi. Maar ze zeiden er altijd wat bij, ik zou het zelf zo niet doen. Oh, dat nog wel? Ja. Oké. Okay. En ook op een gegeven moment was het zo sterk dat die tuinen kwamen ook in de belangstelling. Want in de media wilden mensen ook een ander plaatje hebben dan het gevestigde plaatje van Engelse tuin. Van een bankje met een gietertje ernaast en een soort koofje waar je in kon zitten. En dan over je tuin kijken met een pot, met een, dat je je planten kon vervangen in de tuin. En weet je, dat traditionele, dat bestond nog steeds. Maar de mensen raakten toch steeds meer geïntegreerd. Omdat tijdschriften wilden dit graag laten zien. Ja. Omdat het anders was.